16 min, frisse zin. De slogan is er bij deze jongeren van scholengemeenschap De Lindenborg in Leek kennelijk met de paplepel ingegoten. Want de meeste leerlingen hebben nog nooit een druppel gedronken. Omdat we 12 zijn. Ja. Jullie zijn 12? Ja, te jong. Dat mag nog niet van je ouders. Nee. Ook niet een keer stiekem gedaan? Nee. Deze meisjes mogen dan nog nooit gedronken hebben. De jeugd in Nederland begint op steeds jongere leeftijd met alcoholgebruik. Met alle gevolgen van dien. Uit onderzoek blijkt dat wanneer je zo jong al gaat drinken, alcohol gaat gebruiken, dat heel slecht is voor je ontwikkeling, met name voor je ontwikkeling van je hersenen. Terug naar scholengemeenschap De Lindenborg. Want hoe zit het dan met het alcoholgebruik onder de jongens? Hé hey jongens, hoe oud zijn jullie? 12. Hebben jullie wel eens gedronken? Nee. Ik heb wel water gedronken. Hij wel. Maar nog nooit een biertje gehad? Nee. Ik niet. De actie 16 min frisse zin is erop gericht om de leeftijd waarop jongeren hun eerste biertje drinken omhoog te brengen. Toch maakt de gemeente zich geen illusies. Ik ben ook al tevreden als er over gepraat wordt. Als er op school onder die kinderen over gepraat wordt. En vooral als er ook thuis over gepraat wordt. Jongeren kunnen zich vanaf volgende week dinsdag aanmelden. De actie gaat binnenkort ook in Winsum, Zuidhorn en de Marne van start.